doen ze warm-up categorie. En ook voor die clubs natuurlijk moeten die rijders aan. Hè. Tegen de plank voor de busy crossers. Iris van der Linden. Voor Amersoyen, Anja Jacobs. Oh, Anja is alleen. Welkom Anja. Voor de vader, derde start, Annelies Alverink. En dan twee lokale favorietjes hier voor de mini's in Baren. Anita Bakker de Stok en Svenja de Groot. Succes in de eerste finale. Riders ready once again op de weg met Iris van der Linden. Die is als eerste vertrokken. En Iris gaat er vandoor en die krijgt hem met zich mee. Is het Aranje Jacobs dan die gaat komen? Of is het de vaart? Annelies Alverink die ervoor moet komen. Voorlopig in ieder geval Iris van der Linden. Zij staat daar naar die eerste positie toe. En is het de vaart op de derde positie dat tussenin getesteld is. Het Aranje Jacobs, Rammersooien. De dames van de Willis. We hebben die nog snel de vladden. We gaan het zien. Het is gelopen nog Iris van der Linden. Ja, die zit daar dan op die vierde plek en die moet aanzetten, Want een clubgenootje daar al aan niet te maken in de stok. Die zit daar op die vijfde positie, die wil ook maar voor daar moet achteraan, moet daar nog spelen. Het is in ieder geval Iris die wel als één keer precies zeker kan zijn van de winst. En die laat zich dus een beetje op de naam schrijven. Dan zien we als tweede daar dan toch nog met 310 Anja Jacobs voorbij gaan. En dan met 319 is het Annelies Alverink voor FC de